Goedemiddag, daar zijn we weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Minecraft samen met... De Towler en Dutch Combination. Hij zegt zomaar jouw naam, ben je daar mee eens? Heb je daar nog bij? Ja, Alex is er deze aflevering dus niet bij, chocoladeblokje. Die had eventjes iets te doen, dus... maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit, want daarvoor heb ik het zo ingesteld... tot mensen gewoon, zeg maar, wel en niet kunnen komen van ons groepje. Waardoor dat we dus toch afleveringen kunnen maken, mocht dat nodig zijn. Goed, wat we in deze aflevering gaan doen, is... Ik ga eventjes mijn houten... pickaxe wou ik eigenlijk verbranden, maar laat me zitten... En ik zie hier overal experience vliegen, maar ik kan het niet pakken op een of andere... Ah, hebbes. Goed, ik ga heel eventjes snel een iron sword maken, want wij gaan op dungeon jacht. Yay! We gaan dus kijken wat die vraagteken dungeon is. Dus ik denk dat het niet echt verkeerd is om een iron sword achter te laten. Ik denk dat een iron sword best wel goed is om die mee te nemen. Dus ik denk dat ik eventjes mijn... weet je wat, ik doe gewoon eventjes een dual sword maken. Dus dan kan ik even zo oppakken en dan heb ik gewoon twee zwaarden tegelijkertijd vast. Haha. Oh, spannend. Dat ziet er nog eens episch uit. Oké. Okay. Goed. Ik heb redelijk wat eten bij me. Dus nu ga ik nog heel eventjes wat eten zoeken. Ik wacht heel eventjes tot jullie klaar zijn. Ja, ik ben eerst even mijn huis aan het repareren van de vorige aflevering. Je kan nog op bezoek komen, want ik heb best wel een leuke upgrade aan mijn huis alweer. Nou, ik zou zo dadelijk heel eventjes de upgrade laten zien. Ik ben heel eventjes... pompoenen aan het kijken. Pompoenen kijken? Ja, er zijn hier waarschijnlijk pompoenen. Maar ik zie koeien, dus dan kan ik eindelijk even wat eten verhalen hier. Dat is mooi. Ja, ik ga even naar... Ik kom naar hier. Ik ben nog geen spawners tegengekomen, want anders zou ik wel een koeienspanner hebben gemaakt. Maar ja, die spannen toch wel weer terug, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Hey, kom hier, koe. Oké, okay. Nou, dan kom ik alvast even naar jullie toe. Ha. Oh. Ja. Hé, hey, paarden! Ik moest even rijmen. Paardenvlees? Nee, paarden maken wij niet af. Voor de paardenliefhebbers zullen we daar niet aan gaan beginnen. Ja, maar wat nou als er mensen koeiliefhebbers zijn? Of je hebt bijvoorbeeld mensen die zeg maar... Koeien zijn er in Minecraft voor gemaakt om te slachten voor voedsel. Als ze daar boos om worden, dan moet je boos worden op de makers van Minecraft. Paarden, die geven geen voedsel. Nee, dat is waar. Ik denk, ik zeg maar even... Laten we eerlijk eventjes dat even zo. Oh, je hebt open huis. Hey, hoezo heb ik een open huis? Hoezo heb ik open huis? Nee, auw! Nee, auw. Wilco heeft open huis. Hij ging zijn huis deels vervangen. Ik ben mijn huis aan het vervangen. Tenminste, de cobblestone wordt vervangen door stone bricks. Nou, ik zal eens wel eventjes komen kijken. Want we willen nou toch echt naar die dungeon toe gaan. Want we hebben nou de planes hebben we nou goed gezien. Dus... Ja, oké, nou, ik ga eens heel even kijken. En ik heb een bed. Ja, ik was ook al op zoek naar schapen, maar ik heb nog geen schaapje gevonden. Ga naar binnen toe. Nee, ik heb het gezien door het raam. Kijk hier, hey, kijk, kistje. Kijk, nog meer kistjes. En dan kijk hier. Leuk, hè? Hartstikke leuk, man. Geweldig. Godverdamme. Maar, Wauw. Ik kom niet meer mee. Grapje, kom maar dan. Nou, meer hier... loot voor ons, nee. Oké. Okay. Even kijken hoor, waar heb ik nou? Oh, ik heb ook een red ants nest. Wat heel erg handig is als we dus zeg maar dadelijk naar andere dimensies zouden willen gaan, dus. Even kijken, deze magie. Ik ga voor de zekerheid ook even een backpack meenemen, denk ik. Hey. Was jij dat? Nee. Nee, dat was een rainbow. Rainbow ant bijten niet. Oh ja, hoe weet jij dat? Omdat ik deze mod heb bestudeerd om er een mod showcase van te maken. Willen jullie alsjeblieft? For the love of Batman. Stop er even mee, jongens. Oké, okay, go. Ja, want het regent. Ja, ik word nat. Oh, wacht, ik vergeet één ding. Je paraplu? Ja! Hey, moet jij niet eens even een beter zwaard hebben? Ik heb niks anders. Kom maar even mee, ik pak even snel op. Naar mijn 300 dead, denk je echt dat ik meer over heb gehouden? Hier. Ik ben zo traumatisch dat ik jouw deur niet eens normaal open kreeg. Nou, wees blij dat het niet onweert. Als het onweert, dan kan er namelijk kans komen op een tornado. Ja. De grond. Want ja, de weather mod zit er ook in. Andere grond. En nog een keer. Tomaten!
Het is de laatste keer dat ik je help. Ja, ik weet het. Nou, zijn jullie zover? Ik ben zover. Waar gaan jullie heen? We gaan naar een dungeon blijkbaar. Oké. Okay. Ik heb namelijk ergens een dinges gevonden. Ja. En blijkbaar is daar een dungeon met veel chests en veel vijanden. Ja. Dus ik heb mijn iron armor, dus volg. Waar zijn jullie? Ja, wij gaan jou volgen. Hier. Oké, let's go. Hey, ho, let's go. En wauw. Ik geef hem net stuff. Ik doe de helft van mijn eten in mijn... Ik hoor de reacties nu al. Gosh, Dutch Gaming Nation sucks at Minecraft. Ja, wel in een modded survival. Heb je dat gehoord? Ik geef hem eten. Het enige wat hij doet is rent naar zijn huis, stopt de helft van het eten weg. Ik wist dat het ging gebeuren dat ik dood zou gaan, dus ik denk ik doe de helft in mijn chest. Maar nou zit er een of ander... Nou zit er een armored skeleton in mijn huis. Nee, jij wou eten achterover drukken. Nee. Even weg jij, kom op. Au, au, dat is pijn. Au, 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 au. En dan heb jij nog meer dan ik. Oké, die is gevallen. Goh. Even pauze. Ik pak even mijn andere zwaard. En ik versla hem. Nee, ik... Oh! De kijkers hebben het gezien, hij heeft één klap uitgedeeld. Ik heb veel meer klappen uitgedeeld. Ik ga naar die dungeon, of jullie nog meekomen of niet. Ik heb het helemaal gehad met jullie. Okay, en nou heeft iedereen gewoon die spullen die hier dus lagen gewoon gepakt. Kom nou. Welke spullen? Kino, ik heb een zwaard voor je. Ja, en de armor en zo. Nee, dat er lag geen armor meer, die heb ik niet. Kom op, Guido, kom! Ah. 6.5 hours later. Het leed dat Dutch Gaming Nation heet. Tjoo. Oké, jongens. Speel alleen Modern Survival als je pro bent in Minecraft. Laat mij maar eerst, ik ben een held. Ik ga eerst, ik heb hem gevonden. Ik ga eerst, ik wil... Hey! Dat was een end. Oké, okay, heel voorzichtig, want we krijgen hier een beetje fall damage. Ik wil echt gewoon duwen nu, gewoon. Stortjes, 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 stortjes. Zullen we hier even een trap even naar maken? Kan. Kistje, van mij. Zo, mooie trap. Nether wards. Dit is geen trap, laat maar. Ik wou zeggen, als dat een trap hey, is... Hé, een table, die neem ik even mee. Dat kan ik niet mijnen, hè, met een... Jongens, als jullie bij mij eventjes daar in de buurt komen, ik heb... Enchantment potions, weet wel, voor experience. Oh ja. Ik heb volgens mij geen... Kijk, oh, nether wards. Ja, we kunnen nether wards meenemen, planten en dan... Ik neem sowieso wel wat boeken mee, dat is altijd handig. Ik lees geen boeken. Oké, trap is nou wel goed. Oké. Okay, dan neem ik... een zombie daar, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, dan neem ik de nether wards mee. Zo, dan hebben we in ieder geval nog wat nether wards. Ik heb een gold. Hey, gold. Een potion stand. Oh. Wees voorzichtig, jongens. Ja, het klinkt... Oh, achter je. Oh. Ik heb hem. Oh, dit is een stukje teamwork nu, hoor. Ja, ja. Oké. Okay. Spawner hier. Oh, spawner, ja, ik zie hem. Oké, okay, ik neem de volgende vast. Even kijken, iron, iron, brood, music discs. Oh, hoi. Ik pak deze spawner even. Oh, ja, doe maar. Oh. Dat was niet de enige. Nee, komt er nog één. Ik krijg wel veel experience nou. Ja. Veel hartjes. Waar is hier? Is hier ook een spanner dan of zo? Ja, joh, overal zit ze. Kan je maken met een. Oké. Ik hoor een blaze spanner zelfs. Ja. Oké, weet je wat ik anders doe? Ik trek die ene chest die daar stond, die trek ik even weg. Die zet ik dan bij de trap neer. Ik zie taart! En pieces of heart. Ja, ik weet het, er is heel veel te looten, maar. Het kunnen ook blaze. Die. En die. Okay. Dan doe ik dat er ook mee. Het is best wel gevaar.
Oké, ik heb even die chest die er stond, die heb ik even gevuld met wat ik gevonden heb. En dan mocht ik doodgaan. Ja, misschien... ik heb een backpack voor de zekerheid. Mocht ik doodgaan, dan is dat in ieder geval veilig. Diamonds! Oké, dit gaan we eerlijk delen. Ik pak alles en jullie pakken niks. Nee, ik pak... Find his keepers! De rest mogen jullie. Jullie hebben nog geen diamonds, niks. Nee. Ik heb diamonds. Ja, die... Oh! Dat was... Ik schrik mij even. Oh, trouwens, wat was deze? Hoe heet het? Dit is een fortress. Of dus boven of beneden is er nog een verdieping. Beneden is er nog een verdieping. Dit gaat helemaal door naar beneden toe. Ja, maar de kans is dus dat er nog sterkere monsters daar zijn. Ja, nou, dat wordt alleen maar spannend. Oké, okay, wat hebben we hier? Niks. Wacht, waar is die cake? Ik heb honger. Hier ook. Volgens mij had iedereen honger. Ja. Oké. Okay. Oh, alles hier? Moeten we niet de glowstone meenemen? Oh, en de knight hier. Oh, ja, ik zie hem. Ja, we kunnen beter... Ik denk dat ik de glowstone ook even meeneem. Alleen ja, aan de andere kant, dan wordt het hier wel heel erg donker. Dus maar jongens... Die is ook al genoeg. Ja. Zullen we hier naar beneden gaan? Ja, ik was even aan het kijken. Ik zag een chest, maar ik wist... Ik ben hier even gold aan het verzamelen, ja. Of we gaan in dezelfde kamer waar we kwamen. Dat is misschien makkelijker. Oh, dat we gewoon een gat naar beneden graven, zeg maar. Ja. Ja, dat kunnen we beter doen. Dus we gaan nu naar... Waarom nemen jullie de gold niet mee? Serieus? Ja, ik neem wel mee. Ja, ik heb geen pickaxe mee, dus ik kon het sowieso niet... Jij bent gewoon voor glory, voor fun. Ja, ik ben voor flun. Voor flun. Ik ga naar de eerste kamer. Wacht nou even, we gaan als een team met z'n allen. Ga je naar de eerste kamer? Oh, fijn. Politiek is niet echt mijn ding, namelijk. Brewing stand. Ja. Die toortjes hier. Ja, ik heb even die waar chest. Waar heb je die chest? Dat is een chest die ik, zeg maar, van de shit die ik gevonden heb. Ik denk, ja, dan doe ik het gewoon hierin. Dan... Die music discs die... Ja, langs. Gewoon alles erin dumpen, joh. Weet je, we komen hier toch wel weer terug, dus... Weet ik niet. Natuurlijk wel, want we moeten weer naar boven. Ik heb 2 horse armors. Even kijken, op hoeveel HP zit jij? Oh, nice. 8. Jij zit op 22. Mhm. Oké. Wacht eventjes, ik heb... Kom eens heel eventjes dicht bij mij staan. Hoe dicht bij je? Allebei. Mijn vriend meer, hè? Jij ook. Het is experience. Oh. Ikke. Oh, wauw. Maakt niet uit, een beetje experience is ja, altijd. Nee, okay. Dat... Jongens, gaan we hier weer recht naar beneden dan? Ja, soort... jij bent de baas. Ja, doe gewoon in, wel in, gewoon in deze kamer en Gewoon doen, gewoon verder. Zit hier nog iets onder dan? Er zit dat... niks onder. Nee, maar dan graaf je gewoon naar voren, zeg maar. Okay. Zodat je in principe onder die kamer terechtkomt. Ja, want de tunnel gaat wel verder naar beneden, hoor. Daarom... Hey, Aaron! Echt waar, hè. Oh, echt waar. Die vindt ook echt alles. Hallo? Hoi. En anders gaan we gewoon wel naar die ene kant toe, dat maakt niet uit. Ja, misschien... Is anybody alive up there? Titanic reference, ik ga gewoon naar die andere kant zoeken. Can anyone hear me? Ja, dit werkt niet. Is het dan... Nee, ik wou zeggen, is het dan niet boven ons? Maar dat lijkt me ook een beetje onlogisch. Ik denk dat ze daarover na hebben gedacht. Dat ze dan echt gewoon stiekem voor hebben gezorgd dat je echt alleen maar verder kan komen via die pilaar. Nee, maar... Wacht even. Er is één plek, daar kan je met een gat naar beneden. Ja, hier. Oké. Ik ga dat niet wagen nog. Jij hebt emerald. Hey! Oké, ik doe het. Waar is die? Auw, hij is achter me dus. Als jullie nou naar beneden gaan... Oké. Dan red ik mezelf. Nee. Oh! Gevecht. Even kijken, heb ik toch wel... Guido? Ja? You might want to get down now. Oh, kut. Ik heb hier een spawner en die gaat kapot. Die is groot. That's what she said. Maar... Oh, graan. Man, dit is danger zones. Die spawner is kapot. Jongens, wil bij elkaar blijven, Waar zijn we? Ja, ik was even... Waar ben je? Ik ben in een kamer. Maar ik ben op zoek naar spawner. Oh, ik heb hier een invisible zombie. Ik heb Ik pak die spawner. Goed zo. Oké, dit is niet heel boeiend. Er is dan nog een chest.
Wat hebben we hier? Kool. Dat is niet echt iets wat we mee willen nemen nu. Taart. Nog een spawner. Wat is dat? Die gaat kapot. Paard. Uh-oh. Die enden uit. Auw. 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 Oh, ik word hier gesloopt. Ik word helemaal kapot gemaakt. Helpen! Heeft er iemand een enchantment table bij? Of een, sorry, een enchantment table. Ik ben uitgelekt. Heeft er iemand toevallig een crafting table bij zich? Nee. Ik heb wel hout. Ik heb ook hout. Ik maak er wel even een. Voor wat? Voor brood? Nee, voor Oh, oké. Oh, hoi! Kijk, ook even een diamond spaard maken. Oh, ja. Wat is dat? What the hell? Tornado. Waar? Buiten. Ik hoor het, ja. Zeg maar boven ons, zeg maar ongeveer waar wij naar gingen. Ik hoor het. Yo. En het is best wel een groot ding eigenlijk. Komt hij bij ons huis of niet? Ik ben eruit. Waar zijn jullie? Ik ben nog steeds in die tempel. Wacht, ik wil dit wel even zien. Wow, TP. Dutch Gaming Nation. Ja, doe maar. En ik Tom. Jij mag ook even TP'en. Waar is hij? Oh, f***ing vet. Ik heb best wel een lag nu, dus ik ga even kijken of ik mijn video settings. Wow, gewoon een random tornado op camera, yay! Ja, sorry voor die TP jongens, maar dit moest even gezien worden. Oh, fijn, dan word ik aangevallen. Ja, tuurlijk, nee. Omdat ik al een dikke lag heb hier. Jezus. Dit is gaaf. At least it's on camera. Nou, ik probeerde dichtbij in de buurt te komen, maar okay. Niet te dicht natuurlijk. Ja, nee, heel fijn. Ik heb lag, ik weet niet waar het grot naar beneden is en ik ga dood. Donker sneeuw. Ja, ik ben jullie ook kwijt. Ja, ik loop dadelijk terug hoor. Oh, ik loop naar langs. Ik loop terug naar huis in ieder geval. Ja, maar dat is een probleem. Ik weet niet meer, ik weet niet waar dat de trappetje is naar beneden, zeg maar. Naar op de minimap kun je gewoon zijn pad hier zien, jongens. Ik loop dus zeg maar nu op zijn pad. Ik zie jou, Guido. Oh, daar. En hij gaat best wel flink tekeer. Ik kan beter even in mijn huis voor staan. Ja. Hij valt uit elkaar, of niet? Nee, hij is nog steeds gaan. Hij gaat nog steeds. Wow, ik heb echt een dikke lag nu. Oh, hij draait! Hij draait mijn kant op. Hij komt terug! Nee! Val uit elkaar. Oké, hij is uit elkaar gevallen. Ik loop weer over het spoor heen van die tornado. Ik had geen tornado verwacht. Waarom is dat altijd als wij in dungeons gaan? I don't know. Oh, en ik heb spoken. Maar het was spannend. Nou, we kunnen nog eventjes terug naar het dungeon. We hebben nog tijd. Oh. Als ik niet de hele tijd naar beneden val. Maar, ja, aangezien Guido alles kwijt is. Ja, dat ligt dus beneden. Echt serieus, waarom? Het is gewoon... Waarom jij? Ja, waarom ik inderdaad. Kijk, ik vind het niet erg om dood te gaan, maar het is... Dat ze altijd achter mij aan gaan en gewoon mijn huis gebruiken als... Oh boy, nee. Nee, je ziet mij niet. Ik heb hier een mutant skeleton, daar heb ik geen zin in. Ik ben te ver weg van... Ik weet nog niet eens waar ik ben. Nou, dat was f***ing epic. Oh boy. Ik kan het beter niet 's nachts doen. Nee, ik denk het ook niet. Maar waar is hij dan gespawnd, die tornado? Dat vraag ik me af. Je ziet nog steeds die lucht van die tornado. Oh, hoi. Excuse me. Ik zie jou. Ja, ik ben nou ook wel wat beter geëquipt voor battle, hoor. Dus... Oh. Dat denk ik ook.
Dat denk ik toch niet, hè? Kom hier, jij. Weg jij, mot. Nou, zo te zien is hij in ieder geval niet dicht bij ons gespawnd, de tornado. Nee, totaal niet. En het is alweer dag, dus. Dat is mooi. Oké, nou dan kijk ik ook heel eventjes stuff even droppen en oh boy! We hebben een mutant zombie bij En wat ben jij? Oh, nou jou ken ik wel aan, denk ik. Ik sla hier echt alles om me heen, hè. Ik zo van, blijf weg! Maar ik hoorde in één keer dat geruis in de... Guido! Ja? Ik moet even open doen, maar mijn knop is weg. Oh. Is die weggewaaid of zo? Of geëxplodeerd? Kut. Ja. Wat? Zit er een beest binnen of zo? Ja, er ging zo'n kleine mini-zombie hier naar binnen. Oh, ik heb de button al. Nou, ik denk dat we de dungeon voor de volgende keer dan... dat we nou eventjes gewoon regroupen en even kijken wat we allemaal hebben en zo. Dus echt, mijn inventory die zit helemaal vol. Dus op zich, niet een slechte dag geweest. Ik heb een gratis Iron Sword. Oh wacht, nee, die kan ik beter even bewaren. Want ik heb nog één hartje, of één dingetje minder, zeg maar. Oké. Okay. Dan is zo'n... Nou goed. Nou, even kijken hoor. Ja, die gebruik ik nou ook. Dan zit ik ook op 22 health. Ido, ik denk dat ik ook wel een hard container voor je heb. Oh, wat leuk. Kom hier. Hey, kijk. Golden boot. Kijk eens. Wat, ja. Voel de liefde. Oh. Da 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 da. Nou, ik moet wel zeggen, dit is een opnamesessie. Die zou ik zeker niet snel vergeten. Nee. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ondanks de vele falen en alles. Okay. Vooral mijn faals. Ja. I don't say anything. Oké, nou, even kijken. Want ik heb hier... Waar had ik dat? Dit is mijn bouwdoos. En dan heb ik hier nog cobblestone. En ik heb hier slowstone. En ik heb hier netherwater. Daar gaat er hierbij. Troll. Hoezo troll? Dutch gaming, nee. Oké. Okay. Even kijken. Oh, ik heb hier een helm. Nou, dan maak ik mooi een diamond helm. En een diamond sword. Alles wat ik voor je heb gedaan. Alles wat ik voor je heb gedaan. Trooi me dus nog steeds. Nee. What the hell? Wat? Guido? Ja? Ik denk dat jij doodgaat. Nee. Heb je jou ook getrold? Ik heb nog een handje. Wat is die? Hé, hey, dat is mijn vlees. Dief. Dus. Dat was leuk. Oké, nou eventjes regroepen, want even kijken hoor. Ik heb een diamond. Heb ik die nou gemaakt? Guido die stoort me weer. Word je gewoon gestoord van. Kijk, staat er zo goed? Even kijken. Ja, zo staat hij goed. En deze die mag dan van mij die... Nee, wil je een zwaard? Wil je een zwaard? Ik sta alleen gewoon voor jou... Oh. Dankjewel. Opdonderen nou. Oh. Daar! Oké. Okay. Yay! Even kijken, want in mijn backpack... ja, daar kom ik eigenlijk wel even op. Ik heb hier nou nog even de bookcases. Daar waren er twee. En... ik ken Sol. Ik ken misschien binnenkort een Solcase dinges maken. Zo'n spawner. Want ik heb 6 Soul Essences. Dat is wel handig. Oké, nou dat is random zut. Dat is random zut. Dat is random zut. Strings is random zut. Diamond helmet. Oh ja, die heb ik net gemaakt. Doei. Goedemorgen. Goedemorgen. Oké, dan heb ik hier nog een paar boeken. Misschien ken ik dan nog wel de... fan... of hoe heet dat ding? De fanshin dinges maken of zo. Fan... Dat boek in ieder geval waar je dan die dingen mee kan maken. Fanguide. Ja, de fanguide. Kool kan hier even bij.
De rest van mijn diamonds die bewaar ik even voor de zekerheid hier. Redstone, dat komt hier. Dit is allemaal despawn stuff. Dat mag van mij in de hoek gegooid worden om te despawnen. Want ik heb nog niet echt een despawn plekje. Dat is mijn farm. Dat is mijn valuables. Dit is mijn bouwen. En dat is mijn enemy drop. Dus ik heb nog niet echt een... Dit is toch wel mijn storage, want mijn huis wordt er nog omheen gebouwd. Dus mag ik even een paar kisten erbij? Poef! Ah ja, hij ziet er al heel mooi uit, Wilco. Beter dan met... Met zonder haar. Ja, crapplestone. Mm-hmm. Nou, cobblestone op zich ziet er ook goed uit, toch? Nee. Ja, maar dan zou ik dat meer doen in caves en niet als huis. Ja, op de tech... Op spaak misschien. Ja, ik wil sowieso wel... Hoe heet dat? Ook van die stone bricks gaan maken. Alleen, dit is mijn storage. En het huis wat ik van plan ben, dat is wel... De vloer is wel van cobblestone. Maar de omheining, zeg maar, dat wordt dan gewoon... wel van stone bricks. Maar dan wil ik wel mijn upgrade hebben voor mijn furnace en alles. Dus... Maar goed. Even kijken, wat had ik hier? Oh, hier heb ik ook nog 3 chests. Oh ja, dat is voor dadelijk mijn automatische furnace en zo te maken. Ja. Dus die mag even kijken. Enchantment table heb ik meegenomen, ja. Dankjewel. Die mag dan even mijn gold in. 60 gold gewoon. Zo, goldie. Gewoon echt een gold dikker, hoor. We gotta dig a little deeper. Oké, nou. Yep. Nou, een axe is nog altijd handig. Nou ja. Mm. Zal een goede is. Een iron. Oh. Ja, dan wel. Met sharpness 2 en efficiency 2. Dus, spittig meisje dan. Een axe. Met een A. Oh, dat. Ik dacht dat je zei een axe. Nee, dat niet. Ik heb nog een extreme torch, maar doe ik toch nog even niks mee. Dus. Oh, dat is wel erg extreem, hoor. Ja, dat is heel extreem. It's the extreme! Oh, dat is zo'n stokding. Zo. Ja, ik denk dat ik nou wel... ja, ik heb wel een bow, alleen daar ken ik nog helemaal niks mee, dus, want die is bijna kapot. Dus, ik denk dat wij een... ja, ik weet niet, hoe wil jij je huis gaan upgraden, Tauler? Want, ja, het is dus wel de bedoeling dat we hier dus ergens dadelijk een mooi bordje gaan maken... waar dus, zeg maar, de comments kunnen gaan komen. Ja, ik denk dat het gewoon een heel groot signboard wordt, weet je wel, of niet? Ja, zoiets. Ja, gewoon met fans dat het even in de lucht hangt en dan iets met wol of iets. Ja, maar in huis zal zo groot blijven, maar er komen nog een paar aanbouwingen. En oh, je gaat gewoon de verdieping omhoog maken. Ja, ja, en nog een stukje eraan vast, maar niet echt... Nou, het mijne die gaat zeg maar nog verder deze kant op, richting Guido's huis, zeg maar deze kant op. Ja, ik zal vast beginnen. Tot zoiets? Nee, joh. En dan wordt shit, dat, ik zeg heb maar... geen pickaxe. Dankjewel voor je cobblestone! Nou, is van mij. Maar dus anyway... Zoiets, dus... nou, dit was eventjes de opname sessie 1 gemaakt met 4 afleveringen, dus... yes. Ja, morgen gaan we dus... Dat is zo, voice crack daar. Morgen. Sorry, volgende week. Ik heb het elke keer een morgen, ik weet niet wat het is. Volgende week zaterdag gaan we dus zeg maar beginnen met het bord te maken. En dan gaan we dus kijken hoe dat de dungeon verder gaat lopen. Dus ja, heb je een leuk zo'n momentje voor deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Misschien komt het op het toekomstige bord wat volgende week dus wordt gemaakt. Laat natuurlijk een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. En ik dank jullie natuurlijk voor het kijken en ik hoop jullie volgende week te zien. Morgen gaan we weer verder met de gewoon actuele Let's Play. Dus nou, voor deze eerste opnamesessie, dank jullie wel... Graag gedaan. Tauler en Dutch Gaming Nation. Graag gedaan. Dus ja, ik dank nog de kijkers ook eventjes voor kijken. Alex wil ik ook natuurlijk nog bedanken voor de eerste 3 afleveringen waar dat hij er ook bij was. Dus vinden jullie de serie leuk? Laat het natuurlijk weten. En tot volgende week. Ik heb verder niks te zeggen. Dit was Zelda Play 20. Tauler. En Dutch Gaming Nation. En tot volgende week. Doei! Doei! That's it, I'm going home. Don't boter me.